Het kunstgrasveld wordt verwijderd uit het kasteel, zodat er weer een echte grasmat in het stadion van Sparta komt te liggen. En dat moet op de juiste manier gebeuren, zodat het kunstgrasveld opnieuw te gebruiken is. Die machines die zijn ervoor om de mat in eerste instantie op te rollen. En tegelijkertijd klopt die de rest van wat er nog in zit in de mat, qua zand en de invulling, zeg maar, klopt die eruit. Dus hij maakt de mat als het ware helemaal schoon en hij rolt hem tegelijkertijd op, zodat ze daarna weer hergebruikt kunnen worden. Want wie denkt dat er na het EK voor vrouwen een echte grasmat op het kasteel blijft liggen, heeft het mis. Na dat toernooi zal er namelijk gewoon weer kunstgras op het kasteel komen. Dit veld komt niet in het stadion terug, alleen dit veld gaat naar het trainingscomplex. Dus omdat het veld daar schijnt verouderd te zijn, dus die leggen ze daar dan terug, deze mat. Het EK voor vrouwen vindt plaats van 16 juli tot en met 6 augustus en op het kasteel worden 1/4 finale en 4 groepsduels gespeeld, waaronder Nederland-Denemarken.